Marcel Alberts startte Eurofibers vanaf zijn zolderkamer als distributeur van Dyneema-garen. Al snel ontwikkelt Eurofibers zich tot innovatief maakbedrijf. Eurofibers is een leverancier van high-performance fibers zoals Dyneema, Twaron en Technora. We hebben het bedrijf in 2011 opgericht als distributiepartner van DSM Dyneema. Maar sindsdien hebben we ook een boel andere producten in het portfolio opgenomen. Eurofibers wil echter meer dan distributie en ontwikkelt de innovatieve coating Prisma, die de hoogwaardige garens kleurt en beschermt. Er bleek een duidelijke behoefte te zijn aan gekleurd garen, om meerdere redenen. Allereerst de kleur natuurlijk, maar daarnaast kunnen we ook met de coating technologie bepaalde eigenschappen verbeteren. Zoals schuurweerstand en UV-resistentie. Na gedegen concurrentieanalyse is de innovatieve receptuur voor Prisma ontwikkeld. Het resultaat, een uniek en zeer succesvol product. Het succes van Prisma is naar mijn mening dat wij de coating aanbrengen op het garen, terwijl al onze concurrenten de coating aanbrengen op het kant-en-klare touw of product. Waardoor wij de bescherming aanbrengen van binnen naar buiten in plaats van buiten naar binnen. Eurofibers heeft dankzij Prisma een stevige marktpositie verworven. Maar verder innoveren en verbreden blijft nodig. Het bedrijf timmert nu aan de weg met de nieuwste innovatie, Body Shield. Body Shield is een snijwerende trui waar we ons niet alleen richten op veiligheid, maar ook op comfort en design. We zijn onlangs gehonoreerd door Limburgmakers. En met die honorering willen wij kijken naar de mogelijkheden om een 3D breimachine aan te schaffen. Waar we nauw willen gaan samenwerken op het gebied van ontwerpen met de Universiteit van Maastricht. Het gaat goed met Eurofibers. Het bedrijf betrekt binnenkort een groter pand in Beek, blijft investeren en heeft de ambitie verder te groeien. We zijn momenteel met 9 medewerkers, maar ja, in het nieuwe pand hebben we ook nieuwe mensen nodig. Dus er staan momenteel vacatures. En de ambitie is dat we binnen nu en 5 jaar uitgroeien naar een volwaardig productiebedrijf met 20 tot 25 man personeel.